Ik had een redelijk goede start en in de tweede zandstrook aan de tweede materiaalpost kon ik aan de leiding rijden en daar reed ik eigenlijk direct een gaatje bij in. Dat was misschien niet echt de bedoeling, maar er stond best veel wind en het was een redelijk lastige wedstrijd om helemaal alleen af te werken. Dus helemaal op het einde kwam Jolien nog terug aansluiten. Maar in de laatste ronde kon ik opnieuw in de zandstrook het verschil maken. Eigenlijk zou dit meer een gesloten wedstrijd zijn. Dus het is eigenlijk gemakkelijker als je in een groepje kon rijden. Dus het alleen rijden maakt het best wel lastig. Normaal in het zand rijden doe ik wel super graag. Dit lag nu wel heel los, waardoor dat heel lang lopen werd. Dus dat was dan net iets minder. Maar het parcours is wat het is en het is wel mooi. Je bent dus tevreden met je overwinning? Ja, sowieso. Winnen is altijd plezant. Dus ik ben inderdaad wel tevreden mee.